vroeg opstaan, lang wachten en veel betalen. Je moet er wat voor over hebben om een ballonvaart te maken. Maar het is dan ook de moeite. Snel geld verdienen aan de toeristen is hier tot een kunst verheven. Zeker als het over ballonvluchten gaat die zo'n dikke 3000 euro per vlucht opbrengen. En zolang er rek in de markt zit, komen er steeds maar ballons bij. Wat het ook met de dag gevaarlijker maakt. 3 dagen na onze vlucht stortte deze rode Anatolian-ballon neer. Hij werd geraakt door een ballon die een verkeerd daalmanoeuvre maakte, met meerdere doden tot gevolg. Maar de volgende dag ging het feest gewoon voort. De Geurem-vallei, die deel uitmaakt van Cappadocia, is ontstaan uit de erosie van zachte, vulkanische tufsteen die dan verder werd uitgehakt door de plaatselijke bevolking. Het biedt onaardse en betoverende panorama's. We hadden wat pech. Er was geen wind. We konden dus alleen maar stijgen of dalen. Toch bleven we geboeid kijken naar dit vreemde, voortdurend veranderende landschap. Na een stevig ontbijt, alleen, de Chinezen stoorden ons een beetje, want beleefd wachten en aanschuiven kennen ze niet. Na het ontbijt dus, trokken we te voet door de Geurem-vallei. Cappadocia is vooral bekend door zijn puntvormige rotsen, feenschoorstenen genaamd. Er worden ook minder eerbiedige, mannelijke benamingen gehanteerd. Maar dat doet helemaal niks af aan de grandeur van het landschap. Door de erosie breken er regelmatig grote stukken van het zachte tufsteen af. Zoals bij dit kapelletje dat ooit diep in de rots uitgehouwen was, maar nu zowat volledig bloot ligt. Je zou het een open kerk kunnen noemen. De grote vraag op dit ogenblik is: wie erodeert het meest? De natuur of de toerist? Het antwoord is natuurlijk allebei. Maar de toerist levert wel een belangrijke financiële bijdrage om het geheel in stand te houden. En dat mag ook wel eens worden gezegd. Voor de diehards, je kan hier overnachten in een echte grotwoning. Surf maar eens naar Cappadocia Cave Resort and Spa in Uchisar. We kunnen nog heel wat cijfers en superlatieven over deze streek op jullie loslaten. Maar beelden zeggen soms meer dan woorden. Geniet ervan. En misschien wordt Geurem wel jouw volgende trip. Je zal zeker niet teleurgesteld worden.